Goedenavond iedereen. Goedenavond Patrick. Patrick van der Vorst. Goedenavond, lieve. Hoort je mij? We horen u. Ja, ja, ja. Perfect. Perfect. We zijn heel blij dat je wilde deelnemen aan onze talkshow. Nee, nee, met veel plezier, met veel plezier. Ja. Ja. Ja, ja, ik denk dat we allemaal popelen om jouw verhaal te horen, hoe dat je tot die carrière-switch bent gekomen enzovoort. Maar we gaan eens eerst kijken in de chat wie dat daar zoal is van luisteraars en kijkers. Ik weet niet of dat jij gezichten of namen herkent tussen de mensen. Hij kan dat ook zien, geloof ik. Ja, maar dat gaat redelijk vlug allemaal, die namen die naar boven gaan. Kaat van den Bossen, Christine Polvliet, Veronique de Ruiver, Hilde de Waal. Nee, momenteel nog geen vrienden, maar dat is misschien beter ook. Ja. Anders gaan ze mij moeilijke vragen stellen. Dus. Ja, 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 ja. Anyway, ik zie dat er momenteel... Welkom iedereen. Ja. Ja, welkom ook van mijn kant. Ja, momenteel zijn er 205 mensen aan het kijken, zie ik hier op het platform. Dat zal een samentelling zijn van Facebook en YouTube. Maar ik veronderstel dat we nog wel in stijgende lijn zullen gaan. Ja. Kijk, er is iemand die jou aanspreekt, Marijke de Bolle. Die zegt, dag Patrick. Dag Marijke. Welkom. Ja, misschien is het leuk als de mensen eens laten weten van waar ze allemaal aan het kijken zijn naar deze show. Want ik veronderstel dat we vanuit heel Vlaanderen, alle uithoeken, dat er wel mensen zullen zijn. Verschillende dorpen en steden, maar misschien ook wel zelfs uit een ander werelddeel. Patrick, je bent zelf ook wel een wereldburger. Hè? Ben je al even thuis in Rome als in Londen of Vlaanderen? Aan de stilletjes aan. Hè. Dus ik heb nu bijna mijn tweede jaar seminarie zit erop. Dus op 11 juni vlieg ik terug naar Londen. Dus bijna 2 jaar die erop zit. En de tijd is nogal vlug gegaan, moet ik zeggen. Misschien iets trager de laatste 6 maanden. Want de laatste 6 maanden... ben ik dus hier in Rome sinds begin januari. En we zijn niet naar huis kunnen gaan. We hebben niet naar huis mogen vliegen of breaks nemen. Dus letterlijk elke avond hebben we hier op het seminarie geslapen. Dus de laatste 6 maanden, it hasn't been the easiest of time. Maar ik denk dat dat voor veel mensen het geval is. Ja. In ieder geval, als ik nog eens naar de chat kijk, dan heb ik ongeveer alle provincies al zien passeren. Tongeren, Leopoldsburg, Waregem, Knokke-Heist, Sint-Niklaas, Poperingen. Dus... Zag ook iemand in Nederland. Ja. Ja, dat is tof. We gaan eens kijken. Hè. En iedereen, stel maar vragen hè, in de chat. Dus als er vragen zijn, schrijf ze maar en dan zal ik het proberen te beantwoorden. Ik herken ondertussen iemand. Jessie Vos. Dag Jessie. Lang geleden. Ja. Het is misschien ook leuk om van de kijkers te weten langs welke weg ze hier op Kerknet belanden. Want misschien hebben ze het... gelezen op Kerknet, op onze Facebookpagina, maar het kan ook best zijn dat er heel wat mensen het gelezen hebben op in de groep van Patrick, hè, stukken van mensen. Patrick, ondertussen bekende gezien? Hier en daar, ja. Maar ik zie mensen van Zeebrugge, Heusden, Zolder, Gent, Leuven, dus voilà. Iedereen, ik ben in Brugge geboren, want dat wordt mij dikwijls gevraagd. Dus ik ben in Brugge geboren en mijn familie is van Beernem. Maar zelf ben ik grootgebracht in Tervuren, dus aan de kanten van Brussel. En ben ik naar school gegaan in Dendermonde. Dus voilà, een beetje overal gezeten in België. Yeah. En op mijn 23e ben ik dan naar Londen verhuisd. Dus ik heb rechten gestudeerd in Leuven. En dan naar Londen gegaan, omdat ik daar wou werken in de kunstwereld. Londen is toch uiteindelijk in Europa het centrum. Ja. Voor de kunstwereld. En voilà, daar woon ik al sinds 1995. Dus ja, 26 jaar ondertussen. Dus
ik heb eigenlijk al langer in Londen gewoond dan in België. Dus van veel mensen hoor je dat dan aan de taal, maar aan jouw Nederlands is dat nog niet te horen, alleszins. Ja, maar ja, ik spreek regelmatig met mijn familie en vrienden in België. Ja. En met mijn ma elke dag. Ik denk niet dat ze aan het kijken is op dit moment. Met mijn ma is één dag en ze kan goed overweg met een iPad, maar Facebook, denk ik, it's a step too far. Wanneer is kan nog komen, hè? Zelfs voor iemand van 83, denk ik wel. Zeg Patrick, we beginnen de talkshow tot hiertoe altijd. We hebben ondertussen 2-3 uitzendingen gehad. Met een gedachte, een wens of een gebed van de deelnemers, van de uitgenodigden. Zou jij dit gesprek op gang willen helpen? Ja, dus een klein gebedje misschien doen, hè. That's the business I will be in. Dus, inderdaad. Mijn eigen bedje. Oké, in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Heer, u bent aanwezig waar meerdere mensen samen zijn in uw naam. We zijn hier allemaal verbonden via social media. Dus begeleid ons in deze meeting. Voed onze vriendschap hier ook op social media. En geef ons vuur van liefde voor jou in ons hart. En dat u ons dit gesprek mogen leiden. Amen. Amen. En dan de vraag die op ieders lippen brandt, Patrick. En die ook al in de chat gesteld werd vanaf dat we de aankondiging lanceerden. Wat heeft jou tot deze toch wel zeer opmerkelijke carrière-switch gebracht? Kun je daar... Ja, je kan daar waarschijnlijk een heel boek over schrijven. Hè? Maar we hebben nog andere vragen. Hè? En ik denk dat de kijkers ook nog wel vragen zullen formuleren in de loop van het gesprek. Ja. Maar wat is daarvoor op die weg voor jou heel belangrijk geweest? Ja, dat is natuurlijk... Ik denk, vele mensen denken dat dat in één keer een keuze is of een donderslag geweest is die op mij neergedaald is om te zeggen van you need to make a change. Maar dat is eigenlijk niet het geval geweest. Dus als ik 7, 28 was, heb ik daar al serieus over gedacht om binnen te treden. En dan heb ik altijd gezegd tegen onze lieve neer, oké, laat mij eerst 3 jaar, ik heb nu een job bij Sotheby's, laat mij dat eerst 3, 4 jaar doen. En dan 3, 4 jaar wordt 8 jaar, 8 jaar is 15 jaar uiteindelijk geworden. En dan na 15 jaar had ik zo het gevoel, oké, ik heb voor iemand anders gewerkt, ik wil nu eigenlijk voor mij werken. En see if I can set up my own business. En dat dan gedaan, maar al die dingen eigenlijk, en hoe goed dat alles ook verlopen is, en onder andere ook het televisieprogramma, dat is allemaal eigenlijk mooie momenten geweest en een plezier om dat allemaal te maken, maar dat was altijd, something was missing. En iets dat bleef knagen bij mij. En dan heb ik dus nu 4 jaar geleden beginnen spreken met de vocations director in mijn diocese, in mijn bisdom, sorry. Of dat er eventueel roeping is. En dan samen eigenlijk de kerk en mezelf samen daarover babbelen om te zien of dat er daar toch iets is. En dan uiteindelijk dan maken. Die je ook in samenspraak met de kerk doet. Dus dat is niet dat ik alleen die keuze heb moeten maken. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk het mooie om het seminarie te beginnen, is dat ik heb eigenlijk heel mijn leven vanaf mijn 23ste tot, als ik binnengetreden ben, dus als ik 7, 48 was, dat knagend gevoel dat ik zei, dat is nu eigenlijk weg. En dus dat geeft een enorm gevoel voor mij, een enorm gevoel van vrijheid, dat daar nu niet meer is. En dat is, alleen voor mij is dat eigenlijk het mooiste tot nu toe in de seminarietijd, dat ik voel dat met hier te zijn, hoe moeilijk dat het ook soms is, dat I'm in the right place at the right time, en dat is hetgeen dat ik voel dat God van mij verlangt dat ik doe. Mm-hmm. Dat is op dit moment. Ik weet niet wat dat er volgend jaar of het jaar erop zal gebeuren. Maar... Yeah. Dus whatever happens. Want normaal gezien blijf je hierna nog 2 jaar in Rome waarschijnlijk. Ja, of... inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Zeg, voordat je dus aan die priesteropleiding in Rome begon, was je al heel sterk en ook al vele jaren geëngageerd
in jouw parochie in Londen, hè? Ja. Want je deed daar ook vrijwilligerswerk. Ik denk, je was misschien al voorganger ook, of ziekenbezoek. Natuurlijk. Priester zijn en priester worden is eerst en vooral het dienen van de mensen en daar zijn voor de mensen. Dus uiteindelijk is het pastorale het belangrijkste element. En daarmee moet je niet wachten tot wanneer dat je priester bent. Dus dat kun je altijd, en iedereen kan dat doen, sowieso. En ik denk, door juist pastoraal werk te doen, met vooral bij mij met de daklozen, kreeg je ook weer ergens een indicatie misschien dat je dat eigenlijk fulltime wilt doen. Dus in die zin is dat belangrijk van daar te starten, denk ik. Ja, ja. Ja, het viel iemand op in wat je daarnet zei. Je zei dat het best moeilijk is, ook af en toe. Hè? En wat valt er dan moeilijk? Kun je dat eens een beetje toelichten? Ja, moeilijk. Ik denk vooral in communiteit leven in een gemeenschap. Daarvoor leefde ik in Londen en alleen met mijn hond. En met veel vrienden en een heel boeiend leven. Maar hier leven we 30, letterlijk met ongeveer 35, 40 man samen op het seminarie. En dat is niet altijd makkelijk. Want we komen natuurlijk allemaal van heel verschillende backgrounds, heel verschillende interesses. Dus we hebben allemaal een beetje een ander levenspad. En we komen eigenlijk allemaal heel goed overeen. Maar soms zijn er af en toe is spanningen. En ik denk, vooral de laatste maand, de laatste 6 maanden voor mij, zijn toch moeilijker geweest dan de maanden ervoor. Omdat we niet, sinds begin januari, ben ik niet terug naar huis kunnen gaan, naar België of naar... Naar Londen en is alles gewoon intenser geweest. We hebben ook COVID gehad hier op het college. Mijn beste vriend, die van Belfast is, heeft COVID gekregen 3 weken geleden. Hij is in het hospitaal geweest met zuurstof. Hij is nu terug sinds een week. Dus dat is allemaal niet... Niet makkelijk natuurlijk, maar je kunt geen, bloeiende boom hebben zonder regen, je kunt geen licht hebben zonder af en toe donkernis. The hard times shape you as well as the good times. Dus in die zin is dat normaal. En om terug te komen even op de roeping zelf, denk ik dat het zeker deze tijd, die toch wel voor iedereen, niet enkel voor mij, maar voor iedereen thuis, die aan het kijken is ook, denk ik, intenser geweest is, heeft dat voor mij persoonlijk een affirmatieve rol gespeeld, dat ik voel, moest God mij niet roepen om dit te doen, had ik het wel gevoeld in deze periode. Ja. Mm-hmm, Oké. Zeg, iemand vraagt ook nog, ik lees eventjes voor, want het is een opmerking die eerder al kwam en niet in deze chat zit. Hoe het leven in Rome jouw blik op het leven veranderd heeft, of de opleiding heeft jouw verblijf in Rome tot hiertoe... jouw blik op het leven sterk verandert of in een bepaald aspect? Op het leven misschien niet direct, denk ik. Het seminarium doet u wel natuurlijk veel verdiepen in het geloof zelf. Het blik op de kerk zelf natuurlijk is veel veranderd, denk ik. Ik denk, ervoor als buitenstaander, als leek, ziet je de kerk op een bepaalde manier. Nu ziet je de kerk van de binnenkant, en zeker hier in Rome, met al de goede kanten, de minder goede kanten, de, de,
de prachtige kanten, de complexe kanten. En in die zin leert je de kerk veel beter kennen. En ja, dat is hetgene dat mij tot nu toe het meest eigenlijk geboeid heeft. Maar de kijk op het leven zelf, denk ik, niet fundamenteel. Oké. Er is een vraag van Annemieke van Gorp. Waar haal je de meeste kracht uit om dit nieuwe pad te volgen? Uit gebed. I don't want to sound overly pious. Nee. Maar dat is het uiteindelijk. Het is enkel door te bidden. En dus, 's morgens sta ik op rond 5:15. En dan zit ik in de kapel toch van 5:45 tot 8:00 's morgens. En dat is een uur en een half... dat je alleen eigenlijk doorbrengt met onze lieve Heer. En allee, there's no other way. Omdat eens dat de dag dan begint, dan is iedereen terug heel druk bezig. En dat is eigenlijk het uur en half van de dag waaruit dat je al uw krachten en inspiratie uiteindelijk haalt. En ik denk, zeker als misschien toekomstige... priester moet alles beginnen en eindigen uiteindelijk in het gebed. Anders, je kunt dat vergelijken met bloemen, snijbloemen die in een vaas staan. Die bloemen zien er prachtig uit in de vaas, maar na een week, 2 weken, beginnen die stilletjes aan te verwelken. Dus die bloemen des levens moeten in de grond zitten en in de grond staan en echt goede roots hebben, zodat die eigenlijk altijd continu kunnen blijven bloeien. Ja, iemand anders vraagt of je nu ook celibatair gaat leven. Ja, natuurlijk. Dat maakt er deel van uit. Hè. Ja. En dat wordt hier ook besproken natuurlijk op het seminarie. Dus het celibaatsleven, gehoorzaamheid, al die dingen, dat maakt er natuurlijk deel van uit. Absoluut. Ja. Het celibatair leven is niet per se het moeilijkste van die drie, denk ik ook. Nee, beloften eventjes duidelijk maken, celibatair leven, gehoorzaamheid. En ik ben eventjes de laatste kwijt. Armoede. Ja, zo. Ja, fijn hoe dat je het wilt. Nee, maar ja, daar ook begint gelijk het celibatair leven, het pastorale leven, gelijk dat we daar juist over aan babbelen waren. Dat begint je natuurlijk niet op de eerste dag dat je op het seminarie zit. Dus al die dingen breid je al... op voorhand, voordat je binnentreedt en opnieuw in samenspraak met de kerk en je bisdom, dat je zegt, kijk, dat zijn hier al mijn goede kanten, dat zijn hier mijn slechte kanten, dat zijn hier de kanten waarmee dat ik misschien iets moeilijk ga hebben. En dan uiteindelijk ben ik nu seminarist, maar het is maar op het punt dus dat... Op de diakenwijding, die in principe bij mij dus in juni volgend jaar zou zijn, op die diakenwijding neemt jij eigenlijk zelf voor de eerste keer naar de kerk toe en de kerk ook voor de eerste keer naar u toe als persoon, dat een commitment, dus een engagement toe naar elkaar. Dus, en zo zie ik ook het seminarie, dat het, wij zijn nog geen priesters, wij zijn nog altijd eigenlijk aan... het nadenken of dat wij wel tot een priesterschap geroepen worden. En als er mensen zijn die echt een probleem hebben met, laten we zeggen, gehoorzaamheid of celibaat of iets anders, ja, dan there is no shame to walk away of van de kerk van te zijn op dit punt. Voilà. You're a good guy, but... Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Zeg maar, de kunstwereld, hè? Mis je die nu niet of toch... Een klein beetje? Ja, nee. Ik bedoel, met in Rome te zitten, dat compenseert dat natuurlijk enorm. Je moet maar in een kerk binnenwandelen en je ziet gewoon het beste van het beste in qua kunst. Natuurlijk, het commerciële aspect, ja, dat, ik heb dat altijd heel graag gedaan. Dus in kunst gedeeld en veilingmeester geweest. Maar ik denk, hopelijk zijn dat allemaal... dingen die je geleerd hebt, die dat je op een nieuwe manier misschien binnen je priesterschap kunt binnenbrengen. Dus ik zie dat niet als... ik begrijp dat naar de buitenwereld toe, datgene dat ik doe, dat zoiets volledig
Allee, it's a big break met al hetgeen dat ervoor gebeurd is. Terwijl dat voor mij is het gewoon eigenlijk, it's just the next step. En zo zie ik dat ook. Dus het leven in de kunstwereld 5 jaar geleden, oké, ik deel nu niet meer in kunst, maar al de dingen die ik daar geleerd heb, kan ik hopelijk meedragen naar de toekomst toe. Dat is inderdaad ook een vraag van iemand. Annemie de Proft, welke ervaringen uit je ondernemerschap neem je mee in de priesteropleiding? Of misschien ook nadien, als je ergens als priester aan de slag zal gaan? Goh, dat is moeilijk. Ik denk, wat dat ik hier zie is misschien, omdat ik toch 15 jaar veilingmeester ben geweest, dat misschien meehelpt, dat ik misschien niet direct te geïntimideerd ben als ik voor een publiek sta. Dus ik denk dat zeker mij hopelijk gaat meehelpen naar de toekomst toe. Andere ervaringen weet ik niet juist. Ik denk altijd, hoop ik, vrij goed georganiseerd zijn. En ik denk zeker als priester, en met toch ja, minder en minder priesters die er zullen zijn in de toekomst, dat we wel allemaal zeer goed gaan moeten georganiseerd en gestructureerd zijn om goed werk te kunnen doen. Ja, ja, ja. Ja. Is dat iets dat jou misschien toch ook een klein beetje afschrikt? Ja, je weet ook niet waar je gaat terechtkomen. Hè? Dat is inderdaad nog een vraag ook van iemand anders. Wat ga je doen na de seminarietijd? Ja, dat weet je nog niet. Dat hangt af van de keuze van de bisschop bij wie ja. dat je door wie je zal benoemd worden. Normaal gezien is dat in de Engelse kerk, neem ik aan. Of misschien is dat zelfs ook nog niet helemaal duidelijk. Ja, dus nee, dat is een keuze die ik heb moeten maken in 2, 3 jaar geleden. Waar stel ik mij voor aan welk bisdom om priester te worden? En dus ik heb dat gedaan in de diocese van Westminster in Londen, waar ik dus ja, 25 jaar gewoond heb. Dus voor mij was dat ook de meest natuurlijke, it was the most natural place to go to, omdat ik daar altijd ook in actief ben geweest. Maar ik heb ook gesprekken gehad in België en ik ben daar eigenlijk niet mee bezig waar dat ik uiteindelijk ga terechtkomen. Dat kan. Normaliter is het in Londen, maar als het ergens anders is, why not? Ik moet zeggen, dat is ook het schone van de seminarietijd. Ervoor de laatste 25 jaar heb ik altijd de beslissingen zelf moeten nemen. Waar wil ik staan binnen 2 jaar? Waar binnen 5 jaar? Zowel op persoonlijk vlak als op zakelijk vlak. Terwijl nu, it's not up to me. En dat komt met een groot gevoel van vrijheid die dat meegeeft eigenlijk aan de seminarist. En dus we zullen zien waar dat ik in terecht kom en daarin moeten geloven van de power of the Holy Spirit dat hij u gaat brengen waar dat hij het meest nodig heeft ja, we zullen dat alleszins ook allemaal dragen in ons gebed, denk ik, dat je ergens terechtkomt waar dat je je talenten je gedrevenheid optimaal kan inzetten. Ja. We komen allemaal in die parochie wonen dan. Hè. Ja, kom maar af. Ja. Oké, er is iemand die vraagt of de studies u niet afschrikken. Nee, dat is eigenlijk ongelooflijk boeiend, de studies. Maar ik moet nu niet zeggen dat ik echt een grote studax ben. Allee, de studies verlopen allemaal heel goed. Dat niet, maar ik heb rechten gestudeerd. Dat was ook nooit niet echt met de volle goesting. Maar terwijl nu, ja, theologie en filosofie, dat zijn studies, ja. Maar ik zie dat meer aan als echt ja, boeiende materie om dat te laten bezinken. Maar ik denk het voordeel is van naar het priesterschap op later leeftijd toe te gaan, denk ik, een van de grote voordelen is dat je ook die studies kunt benaderen met een zekere maturiteit en zegt, oké, dat is nu belangrijk, dat is niet belangrijk, dat is iets dat ik kan gebruiken eventueel in de toekomst toe naar een parochie, want mensen gaan dat willen weten, waarom dat de kerk die houding heeft tegenover dit,
of waarom dat er die dat dit er is in de kerk. Dus door de studies leert je ook de kerk veel beter verstaan en daardoor ook het geloof die de kerk uiteindelijk de hoofdverantwoordelijkheid van de kerk is, is ook, ook het overdragen van het geloof van generatie tot generatie. Dus hoe beter dat je de kern en de inhoud van het geloof verstaat, hoe beter dat je dat dan hopelijk gaat kunnen doen naar de toekomst toe. Ja, ja. We hebben in een lang interview in Humo kunnen lezen dat het toch wel raar aanvoelde dat je markeerstiften ging kopen. Ja. Om je cursussen te highlighten. Nee, ja. Ah, voilà, kijk. Ja. Zeg, hoe ziet eigenlijk iemand wil... Christophe Timmerman vraagt hoe dat een gemiddelde dag er voor jou uitziet. Dus je begon met anderhalf uur persoonlijk gebed. Hè? Iemand anders vroeg nog eens te specifieren. Ja. Specificeren, hoe het persoonlijk en alleen, hoe moet ik het zeggen, alleen gebed was, of een viering. Maar ik denk dat je bedoelt dat je alleen in de kapel zoveel tijd neemt. Dus dat is dan ook nog wel gezamenlijk. Ja, van 17:45 tot 19:45, dus een uur en half alleen, en dan om 19:45... is er dus een gebed met heel de gemeenschap, dus morgengebed die we doen, dus het brevier. En dan hebben we ontbijt om 8:00 en dan om 9:00 beginnen de lessen. Dus van 9 tot 1 hebben we normaal gezien les, dan lunch. En de namiddag is dan normaal gezien studietijd. En op de woensdag hebben we ook nog les in de namiddag, metafysica. En dat is wel het moeilijkste vak. Wat dan qua tijd. Dus elke dag eigenlijk hebben we bijna les. Dus niet de zondag, maar de zondag is dan heel druk met vieringen. En de donderdag, we hebben dus 1 dag vrij per week en dat is de donderdag. En dan hebben we, dat hebben we dus totaal vrij. Ja. Oké. Okay. En Tonia Noterman wil weten of dat je in Rome ook als vrijwilliger pastoraal actief kan zijn. Ja. In Rome weinig. En voordat er corona was, gingen we wel de maandagavond met 4, 5 seminaristen naar de daklozen hier in Rome op ongeveer 20 minuutjes. En ik mis dat wel. Dat is zoiets die... Ja, De pastorale kant natuurlijk, als je op seminarie zit, is niet zeer prominent. Maar dus elke seminarist krijgt tijdens de zomer dan wel een pastorale plaatsing. Dus als ik terugga naar Londen, vanaf 1 juli tot 31 juli word ik geplaatst in een parochie in Londen, waar dat ik dan een maand woon en inwoon en dan meehelp met de parochiepriester. Ja. De mensen daar zullen ook blij zijn om jou terug te zien. Ja. Oei, uw telefoon gaat. Nee, maar ik ga even uitleggen. Ja. Voilà. Iemand vraagt of dat je gelukkiger bent dan vroeger. En iemand anders die wil weten... Ik vind het nu niet even... Ja, die een moeilijke vraag heeft voor jou. Of dat je niet op de starheid van de kerk als instituut botst. Ja. Misschien kun je die vragen allebei in één trek beantwoorden. Ja, het zijn heel verschillende vragen. Ben ik gelukkiger of vroeger? Goh, ik ben eigenlijk altijd toch vrij gelukkig geweest. Thanks be to God. Maar nu, ja, natuurlijk. Dat is een ander gevoel van geluk en een dieper gevoel van geluk, omdat uiteindelijk voelt dat je... nu uiteindelijk toch de wil doet, denk ik, van God. En dat komt natuurlijk met een heel specifiek gevoel. En een gevoel die, ik zou zeggen, op mijn eerste jaar seminarie was dat zo'n beetje, een arrogante houding van mijnentwege toe naar ons lieve, maar ergens zo zeggen van, oké, ik heb nu de keuze gemaakt, I feel good. Hè? Dat is zo'n beetje... Terwijl nu in het tweede jaar zeg je,
fine, je hebt nu die keuze gemaakt, maar nu moet je echt allee, daar dieper in gaan. En dus ik zou zeggen dat nu het gevoel van geluk nu in het tweede jaar, alhoewel dat het er een moeilijker jaar geweest is, een dieper gevoel is van geluk dan laten we zeggen, ervoor. En dan bots je nooit tegen de starheid van de kerk als instituut. Ja, ja natuurlijk. Ik denk, we hebben allemaal soms onze gedachten over de positie van de kerk met bepaalde problematieken of met bepaalde dingen. En ja, maar het belangrijkste is van to stick with the church. Ik denk, het heeft geen zin van de kerk te verlaten, alhoewel ik dat 100% kan verstaan, maar de kerk heeft juist iedereen nodig om tot de consensus te komen en om samen die kerk op te bouwen. De kerk is niet het instituut hier in Rome, de kerk is elke parochie bij ons thuis. En daar is uiteindelijk het werk dat gaande is. En daar moet iedereen heel actief in deelnemen. Dus ik denk niet dat zelf als je niet akkoord met de starheid van de kerk, moet je, you have to get stuck in. En je mouwen oprollen en zeggen, oké, ik ben misschien daar niet mee akkoord, maar er zijn zoveel andere goede kanten van de kerk, dat je samen de kerk opbouwt. Ja. Oké. Ik ga je een nieuwe vraag van een lezer tonen. Als er mensen nog dieper willen ingaan op die problematiek, dan lezen we het wel. Ik ga eventjes naar deze vraag hier, die wel een luchtigere sfeer kan binnenbrengen. Ik zie in de achtergrond wat kaders hangen. Wat kunst kunnen meebrengen? Ik wil even goeiedag zeggen aan mijn kozijn, Leon de Pre. Hi, Leon. Ja. Ik zie in de achtergrond wat kaders hangen. Dat zijn allemaal kadertjes van cartoons van de jaren 50 en 60. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Met allemaal priesters in. En dus hier staat erop: I told you not to join in these children's games, vicar. Omdat zijn de valse tanden. Hij bijt in een appel, maar zijn gebit valt eruit. Ja, anyway. Nee, maar dat zijn allemaal cartoons van de jaren 50, 60 met priesters in. Dus it's a bit of fun. Ja. De jaren 50. En vandaag spelen ze, denk ik, met de vormelingen nog altijd zo'n spelletjes van in de appel bijt. Ja. En met de prussers. Ja, mooi. Ik kijk nog eens verder naar wat vragen. Sommige hebben we al een beetje beantwoord. Als jij er eentje tussen ziet staan, Patrick, dat je graag beantwoordt, zeg het maar. Ik heb eigenlijk niet veel gekeken naar met de antwoorden eigenlijk. Ik heb niet zoveel naar de chats gekeken. Er zijn soms wel vragen. Ja. Er zijn vragen ook in verband met de kunst in de kerk. Hè? Iemand die vraagt of je graag in een kerk met veel kunstschatten zou terechtkomen. Iemand anders die vraagt, die vragen heeft bij de ornamenten in kerken. Hè? Dus kosten ornamenten in kerken, stukken van mensen met een knipoog. De rijkdom van kerken. Ik denk als je in het Vaticaan komt, veel mensen trekken dan hun ogen open van is dat ook de kerk die soberheid spreekt? Dat lijkt soms een beetje in tegenspraak. Hè? Ja, tuurlijk. En zeker historisch gezien is de weelde van de kerk er altijd geweest. Ik denk nu is de attitude van de kerk naar de kunst toe is eigenlijk heel goed en heel correct, vind ik. Omdat de kerk zegt, oké, what we have, wat dat we hebben, laat ons dat conserveren en voor de volgende generaties toe. Maar de kerk commissioneert zelf eigenlijk zeer weinig kunst op dit moment. Ik denk ook niet dat zeker niet in West-Europa een prioriteit is of een prioriteit moet zijn. Maar de conservatie zeker van hetgeen dat er is belangrijk. Ik dacht dat je toch zou pleiten voor investeringen van de kerk af en toe in hedendaagse kunst en vooral die dialoog ook met de kunstwereld.
blijven aangaan. Nee, nee, zeker de dialoog met de kunstwereld, die heel belangrijk is. De schoonheid gebruiken, de via pulchritudine, dus de weg van de schoonheid, is zeer belangrijk. En voor mij, denk ik, een van de hoofdinstrumenten om mensen terug te brengen of proberen te brengen naar de kerk. Ik denk, als je naar de kerk kijkt, misschien 50 jaar geleden, dus de drie, ik weet nu niet in het Nederlands wat je zegt, de drie transcendentale, dus de waarheid, de schoonheid en de goedheid, sprak de kerk, begon altijd van een beginspositie van dit is de waarheid. En dan, als je in de waarheid gelooft, gaat u dat goedheid brengen en wordt je een goede mens. En dan beauty, de schoonheid, is oké, die volgt dan. Maar ik denk nu, als kerk, kunnen we moeilijk naar de mensen toe gaan om te zeggen, hé, dat is hier de waarheid. Of zelfs met de goedheid, this is how you lead a good life. Ik denk, mensen zouden daar gewoon niet meer naar luisteren. Maar als je begint met schoonheid, denk ik dat dat een heel goede ingangsroute is om terug naar de kerk te komen. Omdat je dan, je zegt niet veel, je zegt gewoon, kom even naar de mis en luister naar die muziek. En dan de schoonheid van die muziek kan die mensen raken. En dus in Londen, voordat ik naar het seminarium ben gekomen, dus de laatste jaren, was er om 5 uur in de kathedraal in Londen altijd avondgebed. En dat werd gezongen door een koortje van 4-5 man. En ik probeerde zo, ik kan niet zeggen elke week, maar om de 2 weken, daar altijd een vriend of een vriendin mee te nemen naar daar, die zelf meestal niet gelovig waren. En stuk voor stuk, door die schoonheid van die muziek, dat was maar 15 minuten avondje, zeiden ze dan daarna van, wauw, gebeurt dat hier elke avond? En ja, dat heeft mij toch iets gedaan. En 2-3 dagen daarna kan ik hier teruggaan. Want dat is, dus ik denk, schoonheid moet zeker gebruikt worden als instrument. Absoluut. Dat is ook iets, denk ik, dat jij zelf nu actief blijft voortzetten, hè, want je was ik ga het eerst anders zeggen. Je hebt een website, Christian Art, ja, waarop je dagelijks een meditatie plaatst bij een kunstwerk, telkens iets anders. Ja. Iets verbonden aan de lezing van de dag. Mensen kunnen trouwens, ik zal eventjes de website in beeld brengen. Mensen kunnen daar zich ook abonneren op een nieuwsbrief en dan krijgen ze elke dag in de mail een nieuw kunstwerk met een nieuwe bespreking en dus ook de lezing van de dag. Dus op die manier blijf je toch wel de kunst ook gebruiken, zal ik maar zeggen, ja. Om iets van het evangelie van het christelijk leven door te geven. Ja, en dat is juist het punt, dat we als kerk niet echt moeten geld uitgeven of investeren in nieuwe kunst. Er is zoveel die er is. En dat probeer ik te doen met de website, met Christian Art. Het is eigenlijk meestal ouderkunst, af en toe is hedendaagse kunst. Maar eigenlijk op een manier naar voren brengen met de evangelielezing van de dag. En we zitten dus nu 22.000 dagelijkse lezers. Ik kan niet zeggen de meerderheid, maar heel veel mensen zijn eigenlijk niet echt gelovige mensen. Maar mensen die door het kunstwerk, en dat elke dag kijken ze dan naar uit wat dat kunstwerk vandaag gaat zijn of morgen, die daar toch ergens opnieuw door de schoonheid proberen iets teweeg te brengen bij mensen. Zelfs al is het nog maar, it was the basic questions of life. Mm-hmm. En kunst heeft die kracht van dat te doen, denk ik. Ja. Ja, en ik denk ook voor veel mensen die wel meer vertrouwd zijn met de Bijbel, dat het ook weer een nieuwe invalshoek geeft. Hè? En dikwijls die teksten toch wel weer op een andere manier doet bekijken en verstaan. Ja. Trouwens, je doet dat in het Engels allemaal. Maar voor de mensen die dat minder machtig zijn, kan ik erbij zeggen dat een van de fans van Kerknet in de Facebookgroep van Kerknet, dus niet op de pagina, maar in de groep, dagelijks jouw materiaal plaatst, maar in vertaling. Hè? Wist je dat? Ja, dat weet ik. Marie-Christine Brusselaars. Yes. Ja, dat is een groot werk. Ze doet dat elke dag en dat is gewoon
fantastisch als ze dat doet. Ja, nee, ja, nee, absoluut, ja. Absoluut. Ja. Oké, okay, ja. Er is iemand, de mindere, maar ik weet dat dat eigenlijk het profiel is van een museum in Sint-Truiden. Ja. En die stelt de vraag, welke vraag zou jij aan Paus Franciscus stellen? En wat zou je hem zelf willen zeggen? Ik weet niet of dat je al de gelegenheid gehad om hem te ontmoeten. Nee, nee, ik heb nog geen gelegenheid gehad voor hem te ontmoeten. Maar een goede vriend van mij, Austin Ivory, die heeft juist een boek geschreven samen met de paus tijdens de corona. Ik denk dat ik hem hier... Let us dream. Ja, voilà, voilà, voilà. En dus via Austin hoor ik een beetje van... want hij is 4 of 5 keer bij de paus geweest, dus in de... Voor kerstmis, dus tussen juli en kerstdag. En ik denk, met hem te horen en ook een boek te lezen, ja, bouw je natuurlijk een beetje een idee op van de paus en wie hij is. What makes him tick? En dus, ja, echt vragen die ik aan hem zou stellen, dat zou ik eens moeten over nadenken. Wat ik hem zou willen vragen. Maar het zou wel een heel... Het zou niet over een bepaald punt zijn of een bepaalde problematiek. Of een bepaald, het zou meer echt zijn over hem als persoon. Okay. Misschien wat hem het meest mooie moment geweest is in zijn priesterschap. Ja. Of welk advies zou hij mij geven als ik ooit tot priester gewijd word. Dus het zou eerder op een heel persoonlijk niveau zijn. Ja. Ik mag u misschien een klein beetje jaloers maken, Patrick, maar ik ben wel bij de paus geweest. Ja, ik heb het gehoord. Ja. Ja. En niet lang geleden. Ja. Samen met Koen Vlamink, de hoofdredacteur van Kerknet, en met bisschop Luc van Looy. Fantastisch. Bisschop emeritus. Ja. Dat was een supermooi bezoek. We hebben hem uitgebreid kunnen interviewen. Ja. En voor de kijkers geef ik graag mee, voor degenen die het nog niet weten, dat binnenkort te lezen is in het magazine Oh God, nummer 2. En alle informatie daarover is te vinden op www.ohgod.be. O-H-G-O-D. Voilà, dat hebben we eventjes meegegeven. Een beetje reclame tussendoor ook, hè? Mm. ik kijk nog eventjes naar de vragen. Er zijn er langere en kortere bij. Wie maakt de keuze? Mieke van Kalberg, wie maakt de keuze voor dit interview? Jij of de kerk? En waarom vond je dit belangrijk? Ja, nee, wij hebben... Allee, Kerknet heeft het gevraagd van het interview te doen en met veel plezier. Een kwestie van interviews. Ik heb dus een interview gegeven in Humo en ik probeer maar zo ene keer om de... 4, 5 maanden eigenlijk een interview te doen. Ik denk dat het belangrijk is om ook een beetje mijn seminarietijd hier te beschermen, in zekere zin. Want interviews worden wel dikwijls gevraagd, maar ik denk dat zou niet goed zijn van dat te weten. En dat is niet van dat ik daar niet over wil spreken, maar ik denk eerst en vooral is het nu mijn... moet ik mij concentreren op de studies, en niet enkel op de studies, maar om te zien... als mens, hè, of dat ik daarnaartoe kan leven om mij uiteindelijk dan als kandidaat te stellen voor mijn bisschop, als de hand opleggen gebeurt van oké, I'm ready for this. En daarvoor moet je natuurlijk wel een zekere vrijheid en stilte en rust creëren rondom je. En voilà. Mm-hmm. Ja. Ik heb hier nog een vraag van Hilde van Driessen. Vind je dat de kerk in deze tijd genoeg initiatief neemt om twijfelende gelovigen actief te betrekken? Om erin te stappen? Vind je dat de kerk in deze tijd genoeg initiatief neemt om twijfelende gelovigen actief te betrekken? Of hoe zou jij zelf de dialoog met mensen aangaan? Ja, de kerk natuurlijk, en dat is mooi aan priesterschap, is dat ieder priester dat op een heel unieke manier doet en op een heel verschillende manier. Dus my way is not iemand anders zijn. En dat is het goede aan priesterschap, dat iedereen dat op een heel andere manier kan invullen. Ik denk dat wij wel als kerk veel actiever moeten zijn op het internet, op social media... En dat dat zeer belangrijk is. Ik denk zeker voor jongeren toe die thuis zitten,
op de iPads, zij gaan nooit niet in een kerk binnenstappen. Dus de enigste manier om hen te bereiken is dus content creëren, video's creëren die aanspreken aan jonge mensen. Dus ik denk dat daar wel meer kan gedaan worden, denk ik. En zeker in West-Europa. Het voordeel is, als je kijkt naar de jonge generatie, mensen van mijn leeftijd, we zitten misschien, ik zie dat bij vrienden ook, zitten misschien met een heel negatief beeld over de kerk. Terwijl iemand die 16, 18 jaar is, kent gewoon de kerk niet meer. Dus in plaats van op min 10 te vertrekken, vertrekt je al op 0. Dus je start al van een betere positie. Plus die jonge mensen van 18 jaar zijn allemaal bezig met video's. Ze zijn gewoon om met beelden om te gaan. En als kerkhistorisch is altijd beelden gebruikt, hè, in de kunst, om met personen aan te spreken. Dus daarin denk ik dat de kerk veel kan doen. Dat denk ik wel. Mm-hmm. Oké. Okay. Zeg, ik weet niet, misschien zijn er ook jonge mensen aan het kijken die zich wel herkennen in wat dat je heel in het begin vertelde over een roeping die allang sluimert, waar dat je eigenlijk eerst geen gehoor aan wil geven, totdat je op een bepaald moment toch wel besluit om je hart daarin te gaan volgen en de stap te durven wagen. Wat zou je zeggen aan iemand die daarmee zit van, moet ik dat nu doen? En ja, die daarmee worstelt. Als je daarmee worstelt, you owe it to yourself van daar verder op in te gaan. Anders gaat je rusteloos in het leven gaan. Ik heb het zelf ook ondervonden. En je kunt het onderdrukken, je kunt het wegsteken. It will never go away. Dus zeker daarover spreken met iemand, met uw parochiepriester. En sowieso daarover spreken met iemand wil niet zeggen dat je daar de week daarop in het seminar zit. Dus dat is een heel lang proces die daar vooraf aan gaat. Dus in die zin, praten met iemand is heel belangrijk daarover, maar opnieuw in gebed daarover nadenken en daarover spreken, denk ik. Ja. Want het probleem is, als je dat enkel op je eigen doet, niet in samenspraak met de kerk, kun je natuurlijk kun je zelf van alles vertellen en dus het is ook maar met de kerk die je een beetje challenged en zeggen, ja, oké, je denkt wel dat je eventueel misschien priester zou kunnen zijn, maar what about this and what about that? Mm-hmm. Je hebt iemand ook die nodig die je challenged en een beetje uitdaagt om te zien hoe diep dat die roeping ook zit. En zeker nu, ik zie dat u daar een e-mailadres opgestuurd heeft van Philippe Parcours. Dus zeker e-mailen. Hè. Zelf al is het nog maar een heel verre gedachte. It's worth exploring. En zeker dit weekend, dus de vierde zondag na Pasen, is in Engeland, in België ook, denk ik, Vocation Sunday, Good Shepherd Sunday. Dus waar dat over de roepingen beden wordt en de intenties zijn. Ja, want je vond dat wel belangrijk, hè, dat we daar toch ook zeker voldoende aandacht aan zouden schenken aan die roepingen zondag. Want jij vindt dat we daar meer over moeten praten misschien. We hebben ook priesters nodig nu eenmaal om als kerk te kunnen samenkomen en vieren ook. Ja, nee, absoluut, absoluut. Ik weet natuurlijk niet, ik leef niet in België actief, dus ik weet niet hoeveel dat daar juist over gesproken wordt, maar dat is belangrijk van daarover te spreken. Want ik denk, en dat is het in het seminarium. Bon, als ik tot priester gewijd word, great. Als ik niet tot priester gewijd word, that's fine as well. Gewoon nog maar het tijd en het privilege van hier te zijn. Het is een ervaring die echt de moeite loont van dit te doen. Dus in die zin is het zeker aan mensen jong en oud. En ik zou ook zeggen aan mensen die ouder zijn dan 40, 45 jaar. Ik denk er ook over na. Hier op ons seminarium, dus het seminarium specialiseert zich in aanhalingstekens
in late roepingen of late antwoorden. Ja. Dus wij zitten hier met mensen die 42 jaar oud zijn, tot de oudste seminarist is zelf 67 jaar. Oké. Dus echt een hele... Het is nooit te laat. Nooit te laat, no. José Vissers-Simons vraagt of iedereen kan slagen in de opleiding als priester. Ja, natuurlijk mag je zo niet de priesterleiding niet zo zien dat het een kwestie is van examens te doen. Je slaagt examens en dan ben je er klaar voor. Nee, ik denk het slagen in priesteropleiding is uiteindelijk als je op tijd van die opleiding het geloof misschien iets beter verstaat, maar dat je vooral eigenlijk een veel dichter vriendschap hebt met God en met Christus. En dat is uiteindelijk dat is het slagen van de priesteropleiding. Hè? Dat is dat je die echt intense close friendship opgebouwd hebt in je seminarieleven. Maar, bijvoorbeeld vorig jaar zijn er hier twee seminaristen die op seminarie waren. Heeft de bisschop gezegd, oké, great, het is allemaal goed verlopen, maar... We denken toch niet dat je verder moet gaan of mag gaan of kan gaan. Dus het is ook niet dat eens dat je in het seminarie zit, then that's it. Dan word je sowieso priester. Nee. Je wordt altijd gemonitord. En kijk eens naar het academisch leven, het spiritueel leven, je pastoraal leven. Om dan uiteindelijk een finale mening te hebben. Mm-hmm. Ja. Patrick, we gaan stilletjes aan gaan afsluiten, want we zijn al 50 minuten bezig, maar ik zou nog met twee vraagjes willen besluiten. Eén, toch een belangrijke, die we zeker niet uit de weg willen gaan en die nog eventjes terugkomt op bepaalde standpunten in de kerk. En hier dan met name rond de homoseksualiteit. En de laatste vraag die je dan in één keer mag meenemen, is wat dat jou, om dan met een positieve noot te eindigen, hè, wat dat jou het vertrouwen geeft om dat je voor deze kerk en in deze samenleving, of de Engelse samenleving, iets zal kunnen betekenen. En veel zal kunnen betekenen. Ik heb er vertrouwen in alleszins, maar... Well, we don't know. Ja, kan u zich vinden in de uitspraak van... Nee, ik veronderstel dat het een verwijzing is naar het document van een maand of twee maanden geleden. Ja, dat is natuurlijk een spijtige zaak geweest, denk ik. Die de kerk in Vlaanderen terug een beetje die het moeilijk gemaakt heeft. Dat ze zich zeggen. Ik denk vooral het taalgebruik is toch vrij kwetsend geweest. En ik denk dat voor zover dat ik het gevolgd heb, dat de bisschoppen in België daar allemaal zich mooi hebben over uitgesproken en ook hun punt hebben duidelijk gemaakt naar Rome toe, absoluut. Hetgeen dat ik daarover zou zeggen, is dat, oké, als u niet akkoord bent daarover, opnieuw, don't leave the church. Het is een reden om binnen de kerk te blijven, juist. En om samen de kerk op een positieve manier op te bouwen. En dat is zeer zeker, zeer zeker nodig. En dan de tweede kant van uw vraag, ben ik al vergeten, sorry. Wat was uw tweede vraag? Oh, sorry, mijn tweede vraag was wat jou het vertrouwen geeft dat jij als priester in de kerk en in deze samenleving in Engeland iets zal kunnen betekenen. Ja. En dat je daar gelukkig in zal zijn, dat je daar echt vervulling in kan vinden. Nee, ik zie mij daar ook gelukkig in. En veel priesters die ik ook ken, zijn heel gelukkige mensen. En dat is ook een van de redenen waarom dat ik het doe, is de voorbeelden van andere priesters die ik gezien heb. En zij hebben iets dat ik niet heb. En dat iets is hetgeen dat mij drijft ook voor te zeggen, oké, what is that thing? En dat is uiteindelijk opnieuw een heel... diep geloof en een heel diepe vriendschap met God. En dat is uiteindelijk hetgeen dat ik wil bereiken, is altijd daar dieper en dieper in gaan. Maar of dat ik als priester succesvol zal zijn of niet,
ja, hoe meet je zoiets? Wat is succes? Daar ben ik niet mee bezig. Ik denk, als ik in een kleine parochie eindig of in een grote parochie, it doesn't really matter. Dus we zullen zien wat dat de toekomst brengt. Maar ja, uiteindelijk doet je dat niet enkel uit liefde voor God, maar ook uit liefde voor de kerk. En dat is belangrijk. Dat ik mijn vertrouwen volledig stel in de kerk. En op het moment van de priesterwijding stelt de kerk dan ook zich volledige vertrouwen in u als priester. En hoe dat daarna ingevuld wordt, we'll see. Mm-hmm. Oké. Okay. Dat is een heel mooie afsluiter. Ik zou zeggen amen. Ja, amen. Patrick, heel erg bedankt voor jouw tijd en voor jouw getuigenis. Nee, met veel plezier. Nee, met veel plezier. Heel veel plezier. En de groetjes aan iedereen uit Rome. En voilà. We'll keep going. Wel, ik denk dat je een grote gemeenschap rond u verzameld hebt hier vanavond. Ik zie dat we aan bijna 400 kijkers zitten op dit moment. Er zullen waarschijnlijk achteraf op YouTube ook nog heel veel kijkers bijkomen. Maar ik denk dat je enorm veel bemoediging hebt gegeven en courage om... Je zegt oei. Er komen nog veel reacties van mensen die jou bedanken. Voor al je inzet en je getuigenis. Patrick, ik zie of hoor jou. Het beeld is vastgelopen. We gaan afsluiten dan. Patrick, gelukkig valt het beeld nu stil en niet eerder. Hartelijk bedankt en tot een volgende keer. Dus de groeten in Rome. Thank you.